En heer Thee, u zit er allebei zo te zien ontspannen bij. De hand aan de zoemer, ik geloof dat we kunnen beginnen aan deze laatste ronde. Drie vragen in deze laatste ronde en let er goed op, hier komt de eerste vraag. Toen Greta Garbo in 1932... Meneer Thee? Stan Laurel. En dat is goed geantwoord, meneer Thee. Ja, want de vraag luidde in zijn geheel. De vraag luidde, toen Greta Garbo in 1932 gevraagd werd voor de filmrol Anna Karenina, maakte op 5000 kilometer afstand een slanke Engelse komiek met zijn partner zijn 19e eenakter. Hoe heette die komiek? Stan Laurel. Uitstekend geantwoord. En een applaus. Hier zit hij. En dan is het applaus. En dan gaan we snel over naar de tweede vraag. Let er goed op. Wat bewaarde? Meneer T. Het diepste stilzwijgen. Maar dat is verbluffend. Dat is alweer midden in de roos, meneer T. Want de vraag luidde, wat bewaarden in de film Ochtendschemering der Mensheid de Germanen in hun heilige wouden? Het diepste stilzwijgen. Uitstekend. Gaan we een applaus graag voor meneer T. Dat ziet er gezond uit, meneer T. Dan gaan wij snel over naar de derde vraag. De C-vraag, de 100 gulden vraag. Let er goed op, meneer T. En nu natuurlijk ook meneer Van der Heijden. Neem me niet kwalijk. Hier komt hij. Wie? Meneer T. Ik. En dat is goed geantwoord, want de vraag luidde, wie weet het antwoord op de laatste vraag van onze filmquiz voor een briefkaart op de eerste rang. Meneer Teen, een applaus. Graag naar dit. Geen ja, geen nee. En omdat Alice Berger met vakantie is, bel ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat en ik krijg onderin gehoor bij meneer... Meneer De Beus. Goedemorgen, meneer De Beus. Bent u een beetje zenuwachtig? Inderdaad. Ziet u er erg tegenop? Dat niet. Wat denkt u? Zullen we dan meteen beginnen? Zeer juist. De regels hoef ik u niet bekend te maken, hè? Die zijn bekend. Goed, meneer De Beus. Nou, wij zijn helemaal klaar voor u ook. Inderdaad. Prima, dan drukt Pieter Stopwatch nu in. Dit is toch het spelletje geen ja en geen nee? Ja, dan had u zich toch voor opgegeven? Ja. Nou, dan kan het toch een misverstand zijn? Nee, maar ik dacht... Wat dacht u? Nou, u zegt zelf ook steeds ja en nee, bedoel ik. Ja, maar ik stel de vragen, begrijpt u? Ja, ja. En ik doe zelf niet mee. Nee, nee. Is het nu helemaal duidelijk? Ja hoor. Goed, meneer De Beus. Vertelt u eens, u woont in Eindhoven, hè? 19 jaar al. Wat was er fout? Nee, ik dacht even dat u nee zei. Nee hoor. Nee, u hebt groot gelijk, meneer De Beus. We gaan gewoon door, is dat goed? Ja hoor. Prima, u woont dus in Eindhoven. Hebt u kinderen? Jaapje, Joopje en Joep. Wat was er nu niet goed? Nee, ik was even niet goed, meneer De Beus. Oh, ja. U bent toch niet boos, hè? Nee, hoor. Goed, meneer De Beus, we gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u daar veel aanloop? Neven, nichten, zwagers. Wat is het toch met die zoemer? Ja, ik mag me wel even bij u verontschuldigen, hè? Ja. Maar mijn vingers zitten vanochtend een beetje los. Oh, ja. U neemt het toch niet kwalijk, hè? Nee, hoor. Ik vind dat u het verder erg goed doet, hoor. Ja? Ziet u er tegenop om door te gaan? Nee, hoor. Goed, meneer De Beus, we gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè? Ja. Ah. Waarom drukt u nou niet? Nou, natuurlijk niet, omdat u wilde gaan zeggen jaren en jaren. Nee, 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 nee. Nee. Frans Halsema, Gerard Cox.